Breda Nu. Je weet het meteen. Op 17 oktober een reunie voor de oudstappers van Breda en tegelijk een groot discofeest. Waarom een feest en voor wie? Waarom een feest? Omdat er behoefte is aan een feest net als dit, zoals het vroeger was op de havenmarkt. En ja, dat was de tijd van de Moulin Rouge, de brouwerij, de Groene Vlinder. En noem er nog maar een hoop op, de Pasha, de Pampas, de Patapoef. Ja, en eigenlijk is er voor die doelgroep niets te doen en daarom willen wij dit een keer doen herleven. En waarom een discofeest? Ja, die tijd was eigenlijk de tijd van de discofeesten. Saturday Night Fever, die muziek, Tavares, James Brown, de Bee Gees. En ja, dat is toch de muziek die iedereen eigenlijk nog wel leuk vindt. Want ja, elektronische muziek zoals er nu is, die is ook goed, alleen die hadden wij toen niet. En daarom willen wij dit graag terug laten komen. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Heel erg goed. Heel veel reacties op Facebook, andere media. En dat komt natuurlijk omdat de mensen nog in hun achterhoofd hebben dat het 3 jaar geleden, toen we het voor de eerste keer deden, het een geweldig leuk feest vonden, elkaar weer ontmoet hebben. En wij merken dat er juist daardoor weer heel veel mensen het prettig vinden om weer te gaan komen. Wat zou jullie van vinden als er een groot discofeest wordt georganiseerd waar u de hele avond alleen maar kunt discodansen? Dat zou super fantastisch zijn, want dat zijn dingen die ik gewoon echt mis. Toen ik ben inmiddels 62, maar een jaar of 40 geleden, 45 geleden, gingen wij heel vaak naar discofeesten. Waarbij de Tramps speelden, waarbij Casey and the Sunshine Band speelden en zo. Dat soort dingen zijn er niet meer. Nu hebben ze alleen maar van die hoenpapa muziek of weet ik veel wat. En die Hardwell en dat soort dingen. Waarbij die geluiden, daar kun je niks meer tegen elkaar zeggen. Je kunt eigenlijk niet fatsoenlijk meer dansen ook, zeg ik dan. Maar die echt die oude discotenten, zoals vroeger hier links ook in de Suikerkisten hier in Breda. Maar ook in Roosendaal, in de Damstraat. Ja, dat was fantastisch. En als die terug zouden komen, gegarandeerd dat ik die avond er zal zijn. Echt op discomuziek? Nou, ik zou er niet naartoe gaan, denk ik. Ik ben toch meer van de Hardwell, Chesto, Rehab. Dat is meer mijn categorie. Het echte discodansen, beleeft u dat nog wel eens? Nee, heel weinig. Het gebeurt wel. En dan af en toe tegenover de Bommel, daar heb je het Zwarte Schaap. En daar doen ze nog af en toe wel eens wat dansmuziek draaien. En ja, daar gaan we af en toe nog wel eens uit ons dak. Wat vindt u van de uitgaansgelegenheden qua aanbod in Breda voor het oudere publiek? Ja, ik vind het wel goed. Maar als je dan refereert naar het dansen, dan is dat een stuk minder. Waarom is er gekozen voor Dansschool Tichelman? Nou ja, waarom Tichelman? Dit is bij uitstek de locatie die wij gekozen hebben. Het is een oude discotheek van vroeger. En niet oud, maar zoals vroeger de discotheken er echt ook uitzagen. Kijk maar naar de verlichting, naar de dansvloer. Helemaal super. Wat vind je ervan dat hier zo'n groot feest wordt georganiseerd? Ja, superleuk natuurlijk. Vroeger dachten mensen inderdaad dat het alleen maar een dansschool was, maar dat is tegenwoordig allemaal anders. En tegenwoordig draaien we ook geen plaatjes meer, geen LP's meer, maar doen we dat bij de discoboot met allerlei moderne apparatuur. Wat kunnen de mensen verwachten? Een heel super gaaf discofeest in de jaren 70. Echt soulmuziek wordt er vooral gedraaid. Verschillende DJ's, mystery guests en nog wat andere dingen, maar dat gaan we nog niet vertellen. En wanneer kunnen de bandjes los? Op zaterdag 17 oktober vanaf 8 uur. Tot wanneer het gezellig is. En dat zien we wel. En de kaarten die kun je nu al kopen. In de voorverkoop zijn ze €10.